Goedemorgen kerk, goed om jullie te zien. Jullie zien er goed uit, jullie zien er zomers uit. Bruin. Ik ben zo dankbaar voor het team wat het Summercamp en Kidscamp heeft gedaan. Zo super dat jullie dat gedaan hebben. Alle vrijwilligers, ik ben super, super dankbaar. Je geeft een week en het is hard werken, je bereidt je voor. Onze kinderen en onze tieners hebben een fantastische levensveranderende week achter de rug, midweek. En dankzij jullie, dus ik ben trots op jullie, ik kan niet vaak genoeg zeggen. Ik heb groot respect voor iedereen die meegeholpen heeft. En ik hoor zulke mooie verhalen, prachtige momenten ook in Gods aanwezigheid. Waar God zo sterk was en waar herstel was en genezing en hoop en een toekomst en vreugde. Alles van de Heilige Geest is zo ontzettend mooi. Dus als je meekijkt, livestream, leuk dat je meekijkt. Onze digitale community, jullie horen erbij. Misschien zit je wel op de camping ergens of zo. Veel plezier als je op vakantie bent. En we zijn bezig met een serie, een korte serie van 3 keer, 3 Reasons Why. En natuurlijk is die titel een beetje gebaseerd op een bekende serie op de televisie. En zullen sommige mensen zeggen, oeh, dat is wel een heftige serie. Ik geloof dat er een urgentie in zit van leven en dood in die serie. En ik snap dat mensen, ik ben er zelf geweest, waar je op het punt zit van waarom leef ik eigenlijk? Is er een doel, is er een reden om te leven? En daar hebben we het over. 3 redenen. Ja, er is een doel. Ja, iedereen zou het eigenlijk moeten weten. En mensen gaan andere keuzes maken, kiezen voor leven, als ze begrijpen wie God is en dat God ze heeft gemaakt en een doel en een plan met hun leven heeft. Dus ja, we hebben die titel bewust gekozen om de urgentie en het belang van de kerk door te laten dringen. Ja, dat was even wennen voor sommigen. Maar dat geeft niet. Ik denk dat, ik zie sommige collega's in Amerika, de titels die zij daar gebruikten, daar zijn we nog heel braaf. Maar weet je, dit is deel van wij zijn de kerk, we zijn deel van het lichaam van Christus. Hij heeft zijn leven gegeven voor de kerk. Hij bouwt en voedt en koestert de kerk en hij komt terug voor de kerk. Er is iets heel urgents aan jou en mij. Iets heel moois, iets heel speciaals, iets heel kostbaars. En oh, weet je, als we dat niet meer ons realiseren, dan worden we een beetje gemakkelijker. Dan gaan we naar de kerk op zondag en dan wordt het traditie en dat is het begin van het einde. Nee, we hebben een missie, we hebben een antwoord voor een wereld in nood. Bill Hybels zei het al, de kerk is het, de lokale kerk is het antwoord, is Gods antwoord op een wereld in nood om ons heen. En daarom zijn we zo dankbaar dat we deel mogen zijn van de missie die God ons geeft. Dus laten we een moment bidden. Heb ik al gebeden? Ja, ik heb al gebeden. Nog een keer bidden? Nou, dat is een beetje overdreven. Maar ik proef daar iets moois. We gaan even kijken. Vorige keer, 3 redenen waarom. Wij bestaan, waarom de kerk bestaat en waarom jij en ik bestaan. En ze staan natuurlijk achter ons mooi op het scherm. En op de, daar zijn ze ook nog. God vinden, vrijheid ervaren en een verschil maken. Vorige keer hadden we het over God vinden. Het is zo, waarom besta jij en waarom bestaat de kerk? Om God te vinden en God te leren kennen. Om te ontdekken dat hij je heeft gemaakt met een liefde. Liefde reikt uit. Waarom heeft God mij gemaakt? Omdat hij jou wil liefhebben. Hij wil iets hebben om lief te hebben. En dat is het mooiste boodschap die je maar kan brengen. En we hebben gezien dat we willen groeien in geloof. We willen mensen helpen. We willen elkaar helpen. Niet alleen om God te leren kennen. Dat gebed van Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Maar om te groeien. Om te groeien in volwassenheid. Om te groeien God steeds beter leren kennen. Intiem leren kennen. Niet van horen zeggen, maar intiem persoonlijk kennen. En daar willen we elkaar bij helpen. We hebben gezien dat er dromen killers zijn, waardoor mensen apathisch kunnen worden. En zeggen, ja, het zal allemaal wel. We hebben ze genoemd onvervulde verwachtingen of twijfel of onveranderde omstandigheden. Dat je denkt, van daar kan niks meer veranderen. En God zegt, nee, ik wil dat je mij beter leert kennen, want ik ben het antwoord op je situatie. Ik heb een hoopvolle toekomst voor iedereen. We hebben gezien dat we, hoe kan je andere mensen helpen? Hoe kan je andere mensen nieuwsgierig maken? Hoe kan je ze prikkelen om te helpen, misschien op je werk, op de sportvereniging, om nieuwsgierig te worden naar de God die jij kent? En hoe werkt dat in deze tijd? We hebben gezegd, we gaan niet met Bijbels lopen smijten op het kantoor. Toch? We hebben niet gezegd, wat zeg ik dan bij deze? We gaan niet preken, maar we gaan uitnodigen, we gaan nieuwsgierig maken.
Als jouw en mijn levensstijl en de hoop die in ons leeft en de vreugde waarmee we praten over de zondag en de kerk waar we deel van zijn en nu bijvoorbeeld kinderen, tienerkamp enzovoort. Als de vreugde ze niet prikkelt of nieuwsgierig maakt, dan zal een preek het zeker niet doen. Ik wil niet dat je gaat preken op je werk. Ik wil dat je ze uitnodigt. Je zegt, ik begrijp heel goed dat je niks met geloof hebt. Ik begrijp heel goed dat je denkt, wat een kerkje, loopt toch leeg? En dan zeg je, die gedachten had ik vroeger ook, maar ik heb iets ontdekt. Ik wist ook niet dat dat bestond. Ik begrijp heel goed dat je denkt, waar heeft hij het over? Ga jij nou echt 's morgens vroeg je bed uit op zondag en iedereen ligt op het strand? En dan zeg je, dat begrijp ik heel goed. Ik dacht precies zo een paar jaar geleden. Maar ik heb iets ontdekt. Ik wist niet dat het bestond, maar het is echt. Hoe weet ik dat het echt is? Omdat ik het merk van binnen. Er verandert iets van binnen. Er is een vreugde, er is een kracht, er is een nieuwe hoop die ik eerder niet kende. Als je er meer over wil weten, kom een keer naar me toe. Zoiets. Toch? Om maar een voorbeeld te noemen. Laat een filmpje zien van de tieners of van de kinderkamp of iets. Waarvan je laat het zien. Mensen hebben zo'n saai beeld van kerk. En wij kunnen ze helpen. Wij kunnen ze helpen. Misschien moet je gewoon zeggen, je hebt misschien een heel saai beeld van kerk. Had ik vroeger ook. Maar ik heb iets ontdekt. Toch? Wil je het weten? En als ze zeggen, nee, ik ben niet geïnteresseerd, dan moet je stoppen. Dan ga je niet doordouwen. Het moet fijngevoelig zijn. Het moet uitnodigend zijn. Ze moeten het gevoel krijgen dat ze wat aan het missen zijn. Als ze jou niet laten uitpraten. Ik heb nog veel meer moois voor je, maar als je het niet wil horen, dan ik respecteer uiteraard gewoon. Misschien. Nog één ding dan. Zeg nog één ding. En sommige mensen zeggen, ja, maar weet je, ik wil diep. Weet je nog, hebben we vorige keer over gehad. Dus even een recap van vorige week. Ik wil diep. We hadden deze tekst. Hebreeën 5 vers 11. We hebben veel erover te zeggen. Hoewel je naar de tijd gerekend leraar had moeten zijn. Diep is niet per se meer Bijbelkennis. En nog meer teksten uit je hoofd leren. Maar diep in de zin van een diepte in je relatie met God. Als je dat bedoelt met diep. Betekent dat God jou hard nodig heeft. Om andere mensen te helpen. Leraar zijn, bedoelen we niet hier op een podium en dat ding. Maar we bedoelen anderen te helpen dat te ontdekken, dat te leren wat jij aan het leren bent en hebt geleerd van God. Hier schrijft de Hebreeënbrief, die zegt gewoon, joh, je bent nou zo lang christen, je had eigenlijk al lang bezig moeten zijn om andere mensen te helpen, te ontdekken wat ik jou heb geleerd. Voor sommigen is dat een beetje shocking, maar dat is... En dan staat er, en ieder die nog van de melk leeft, heeft geen recht... Prediking, hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen die door het gebruik van hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Als je praat over die diepte in relatie met God, dan ben je geoefend door hem. Je bent getraind door hem om te ontdekken wat is goed en fout, wat zijn juiste keuzes, wat zijn geen juiste keuzes. En daar help je andere mensen weer mee. Hoe je het ook bent of keert. Maar ik ben ervan overtuigd dat de kerk er is om anderen te helpen. De kerk is er niet voor jou. We doen wel aardig voor je. En als je ons nodig hebt, dan zijn we er. Maar dat is niet het eindpunt. Als je hier alleen maar komt voor jezelf, dan kom je over een tijdje niet meer. Want dan vind je het hier heel saai. En er is een leegte in je die zelfs de kerk niet kan vullen. Alleen de Heilige Geest, maar het water gaat stromen en dan wordt het gezond. Echt waar. Als je praat over mensen proberen te helpen. Als je zegt, joh, kijk, probeer om mensen te bereiken, om mensen uit te nodigen voor de kerk. En jij denkt soms, man, hebben ze het daar nou weer over? Het is allemaal zo simpel, die boodschap. Totdat jij iemand meeneemt. Dan zit je heel anders in die stoel. Dan denk je, oh, ik hoop niet dat hij allemaal spooky, gekke dingen gaat zeggen en zo. Maar dat ze het gewoon kunnen begrijpen, kunnen helpen. Dat ze merken dat het evangelie, de boodschap waar we in geloven, praktisch is en relevant in my day-to-day life. Ik leer in de kerk over mijn huwelijk, over mijn relaties, over vriendschappen, over carrièreplanning, over financiën, over mijn karakterbouw. Ik leer allerlei van die dingen praktisch. Praktisch, daar kan ik wat mee. Oké, dus daar hebben we het allemaal een beetje over gehad. En vandaag over vrijheid ervaren. En als je praat over vrijheid ervaren, dan kan je natuurlijk nadenken van vrijheid. In welke zin? Waarin vrijheid? Mag ik een paar dingen noemen? Er is... Ook in deze wereld, er zijn zoveel, er is een nood van mensen met depressiviteit.
Met hopeloosheid, vaak achter de schermen, vaak niet zo zichtbaar. Er is een eenzaamheid die vaak misschien ook niet zo zichtbaar is aan de buitenkant, maar die heel reëel is voor heel veel mensen. Verkeerde gewoontes, schulden, noem het hele rijtje maar op. Jezus wil je vrijzetten. Die liederen die we zingen gaan erover. Hij heeft mij vrijgemaakt, vrijgekomen. En daar gaan we een beetje over praten vandaag. Is dat oké? In het Oude Testament zie je eigenlijk een patroon wat wij ook nog steeds zien bij ons. En dat was dit. God die riep mensen, ze gingen leven met hem. En dan na een tijdje, eerst in zijn belofte, dan vallen ze terug in zonde en in geborgenheid. Dan vallen ze terug, eigenlijk niet meer in de vrijheid die God voor ze heeft. En dan zoekt God ze weer op. Ze begonnen goed, zakken terug. En God zoekt ze dan weer op in zijn liefde, want hij zegt, ik ben je redder, ik wil je redden en ik wil je weer vervullen. Dat begon eigenlijk al bij Adam en Eva. Het begon allemaal goed. Toen zakten ze in zonde en toen zocht God ze weer op. En de Israëlieten in de dagen van Egypte, die hoorden dat God een plan met hun leven had. Die hoorden over Mozes. Die hoorden dat God een verlosser had gezonden. En weet je, er is een sleutel daarin. God had Mozes gezonden, voorbereid om het volk in vrijheid te brengen. Uit de slavernij, in de vrijheid. Dat principe geldt nog steeds. Er zijn mensen, er zijn Mozessen in jouw leven. Je connectleider, hoop ik dat dat een beetje een Mozes voor je is. Die jou helpt om in een stukje vrijheid te komen. In de vrijheid komen, als je het mij vraagt, dat doe je niet in je eentje. God zegt, ik stel je in een huisgezin. Vergeving ontvang je bij God, maar genezing ontvang je in een goed stukje fellowship met elkaar. Waar mensen om elkaar geven, voor elkaar bidden, eerlijk zijn, transparant, durven zijn. En waar een connectleider of een teamleider zegt, joh, ik begrijp je, ik ben daar geweest, dit is wat mij geholpen heeft. Mag ik voor je bidden? En dan komt een stukje vrijheid. Die kant gaan we op in dit woord. Is dat oké? God, misschien, ik hoop dat je dat ervaart. Maar leiders zijn een zegen voor je in je leven. Zo heeft God het bedoeld. Mozes en zo. Die je in die vrijheid brengen. Die jou helpen op weg naar door de woestijn heen. Want die is er ook, die woestijn. Door de woestijn heen naar je beloofde land. Een goede connectleider proef je. Ja, dat is zijn hart of haar hart. Een goede teamleider proef je dat. Ja, dat is, hij is erop uit om mij te helpen verder te komen, dichter bij God te komen, door de woestijn heen te komen, de lessen te leren en in mijn beloofde land, in mijn bestemming, mijn beloftes te komen. Dat is de rol van leiderschap. Een goede leider heeft dat altijd voor ogen. Hoe kan ik mensen zien komen in dat wat God voor ze heeft? Nou, Mozes had natuurlijk niet zo'n goede reputatie. Hij had allerlei foute dingen gedaan. Zoals je weet, een moordenaar was hij eigenlijk. En allerlei, hij stotterde schijnbaar ook nog. Dus dat ging allemaal niet echt helpen. En waarschijnlijk hebben veel Israëlieten gezegd, we willen eerst wel eens weten hoe die reis eruit gaat zien. Jij gaat ons meenemen door de woestijn heen. Wat horen we nou allemaal? Heb je een brochure? En is er ook airco en zo? Dat soort vragen. 4 miljoen mensen wordt er gezegd, zij dachten als slaven, ze hebben lang onder de slavernij, onder de onderdrukking gezeten. En nu God ging ze instructies geven. Het boek wat je in je hand hebt, de Bijbel, is Gods instructieboek. Hij wil je helpen. Hoe is het eigenlijk om een huwelijk te bouwen? Hoe is het eigenlijk om vriendschappen te bouwen? Vriendschappen van je bestemming. Hoe is het eigenlijk om in de vrijheid te komen die God voor mij heeft? Het instructieboek van de Heer. Dus nummer 1, ik heb er 2. Nummer 1 is Egypte. Ze waren uit Egypte, maar Egypte moet ook nog uit ons. Het denken van Egypte, heb je vast vaker gehoord. We zijn geen slaven meer, we zijn niet meer onderdrukt door Egypte. En toch zijn er misschien nog gebondenheden of dingen die ons tegenhouden. Dingen waarvan je weet, het houdt mij tegen, het weerhoudt mij om te wandelen in Gods vrijheid, zoals God de Vader het bedoeld heeft. God heeft ons apart gezet, omdat hij van ons houdt. Hij zei, ik wil je als mijn eigen volk, dat is prachtig. Hij legt zijn naam op je. Hij zegt, ik hou van je, ik wil je apart zetten, zodat je met mij kan wandelen. We zijn bijzonder, jij bent bijzonder. Er is geen tweede jij zoals jij bent, er zal ook nooit een tweede jij komen. Maar velen van ons hebben met minder genoegen genomen. Van ja, gaat een beetje op en neer en zo. En velen zijn tot middelmatigheid afgezakt. Waar je eigenlijk helemaal niet wandelt in de volle zegen en de vrijheid zoals God het bedoeld heeft. En als je dat gaat geloven van, ach ja, nou ja, weet je wat, is een beetje zo. En de ene keer leuk en de andere keer. En dan kom je in een stukje
slavernij denken. Een slaaf heeft geen hoop, heeft geen toekomst, heeft niet, durft niet te dromen totdat Mozes kwam. En de een na de ander wel weer begon te dromen van zou het waar zijn? Ziet God naar ons om? En dat is een hele gevaarlijke positie voor een slaaf. Want dat de volgende stap is dat hij zich vrijmaakt. Dus ik ga niet langer onder dit slaven. Ik ga wandelen in de beloftes van de Heer. Mozes, vertel meer. Hoe gaan we dat doen? Hoe werkt dat? Kan ik leiden? Vertel me. Hoe kom ik in mijn volle bestemming? In genezing en heling en bevrijding, alles wat ik nodig heb. Hoe werkt dat? Hoe ik wil alles wat God voor me heeft. Hoe ga je aan de slag? Johannes 15, vers 16, je hoort hem vaker, maar ik vind hem zo mooi. Niet, jij hebt God uitgekozen, maar Jezus zegt, ik heb jou uitgekozen. Zodat je zo heen gaat en vrucht dragen. God heeft je uitgekozen. Geef de controle van je leven, hoe eng dat ook is, geef het over aan de Heer. Zeg, Heer, ik vertrouw mijzelf aan u toe. Ik vertrouw mijzelf aan u toe. Het is een beetje eng, want ik weet niet precies hoe dat werkt en zo. Maar ik vertrouw u. Ik wil erin groeien, meer en meer. Zodat ik de leiding, zodat ik u, maar u vertrouw als mijn leider. En u weet de weg. U weet de weg voor mijn leven. U weet mijn toekomst. U weet wat u in mij gelegd heeft aan bestemming en aan potentieel. Heer, u heeft iemand gestuurd groter dan Mozes. Jezus zelf in mijn leven, om in de vrijheid te komen. Dat geldt voor jou, voor mij ook nog steeds. We zijn door de bekering, ben je uit de duisternis gebracht in het licht. Uit de duisternis in de zegen. Dat gebeurt op één moment, als je je leven in Gods hand legt. Maar dan begint er het proces van herstel en van in de vrijheid komen. Dat is die tweede waar we het nu over hebben. Die oude gewoontes, de gedachtenpatronen. Iemand zei, welke gedachtes moet je krijgsgevangen maken in de gehoorzaamheid van Christus? En welke gedachtenpatronen moet je veranderen? Als je begint te wandelen met de Heer, dan ga je ontdekken dat de Heilige Geest je dingen laat zien. Je begint dingen te ontdekken in het woord van God en in optrekken met elkaar. En je denkt, ik heb gewoon verkeerde gedachtenpatronen. Ik worstelde heel erg vroeger met gedachtenpatronen van afwijzing. Ik heb het jullie wel eens verteld, ik was nog niet eens getrouwd. Dus de voorganger die ons later ook heeft, ons huwelijk heeft ingezegend. En ik vertelde hem een keer, ik zei, Edu heette hij, ik zit zo met afwijzing. Ik heb zo het gevoel dat aan alle kanten op mijn werk en overal. En toen zei hij, Erold, mag ik iets heel eerlijks tegen je zeggen? Hij was een vriend van mijn bestemming. Hij zei, je straalt het ook helemaal uit. De manier waarop je loopt, kijkt, alles schreeuwt om afwijzing. Ik kan beter me eerlijk zeggen, God wil je echt een nieuw gedachtenpatroon geven. Een manier van rechtop staan, een manier van de wereld inkijken met vertrouwen dat God in je woont. En gewoon kijken welke mensen er wel, jij kan helpen misschien. Hij zei, ik kan wel een heel zoetsappig verhaaltje, maar dit is de waarheid en die waarheid gaat jou vrijmaken, daar heb je wat aan. En ik was kwaad op hem. Er is geen liefde in deze kerk. Want dat zeggen we altijd, hè? Zeggen we altijd, toch? Een soort gevleugelde uitspraak van christenen. De evangelische christenen in ieder geval. Totdat de Heer laat zien van, wacht even, ik ben er ook nog. En ik had wel iets te zeggen hier doorheen. Oh, oké. We gaan aan het werk. We gaan aan het werk. Een beloofd land. Mijn gedachtenpatroon. Weet je, en je hebt mensen nodig. Je hebt mensen nodig. Vrienden van je bestemming. Waar je een stukje feedback, die eerlijk zijn voor, over zichzelf en over jou. Niet tegenover je, niet in veroordeling, niet in belerend met allemaal teksten. Ik heb een mooie Bijbeltekst. De Heer heeft je aangenomen, broeder. Er is geen afwijzing meer in de Heer. Dat had mij niet geholpen op dat moment, wist je dat? Hoe mooi de teksten ook allemaal zijn. Maar ik heb iemand nodig die dat dan praktisch maakt. En hoe ga ik dat in mijn denken veranderen? En daar zijn connectgroepen voor. Daar zijn de kleine groepen voor. Dat doe je niet op zondag. Ik kan nog zo geweldig preken. Nou ja. Maar ik ga je leven niet veranderen op zondag alleen. Je gaat het horen en je gaat mee naar huis, je gaat over bidden. En dan kom je in de groep, in de kleine groep. En dan zeg je, joh, dat was wel gaaf, maar hoe? Weet je, Erold noemde iets over afwijzing, maar eerlijk gezegd, zitten bij mij. Hoe kom ik daarvan? Nou, kunnen we elkaar helpen? En dan begint het levensveranderende proces. Daar heb je anderen mee nodig. Heb je anderen mee nodig. En ik geloof helemaal in Bijbelteksten. Maar ik geloof niet naar elkaars hoofd slingeren. En dan, als het dan niks verandert, zeggen, je hebt geen geloof genoeg. Dat is ook zo'n lekkere. Maar dat doen we hier niet. We zeggen, we staan naast elkaar, schouder aan schouder. We geloven de Heer.
Wij allemaal, jij en ik ken je niet allemaal persoonlijk, maar wij allemaal nog een goed nieuwspuntje hier zo. We hebben allemaal wat we noemen stinking thinking. Verkeerd denken, slecht denken, gedachtenpatronen die niet kloppen. En dat kan van alles zijn. En God wil je erbij helpen om er vanaf te komen. Geloof je dat? Geloof je, daar is de Heilige Geest voor gekomen. Weet je, de Heilige Geest die komt en die neemt je... De bedoeling is dat hij jouw ziel overneemt. En vanuit de Heilige Geest, Gods liefde en wijsheid, dat je van binnenuit begint te veranderen. Begint te herstellen, begint op te leven. En dat je denkt, oh ja, weet je, sommige dingen zijn vertroebeld. Je kan vertroebelde emoties hebben, vertroebeld denken over jezelf, of over andere mensen, of over de kerk, of over God. En God wil daar met de Heilige Geest jou uit helpen. Als we dat niet doen, als we niet groeien, want stilstand is hier eigenlijk achteruitgang. Want stilstaan is geen optie eigenlijk. Dan word je uiteindelijk, ja, stilstand water, je kent dat verhaal. En God wil dat je groeit en dat je komt in zijn vrijheid en dat je andere mensen helpt om te gaan ontdekken wat de vrijheid is voor hun. Dus weet je, als je steeds strijd hebt, als je steeds die... patronen hebt, bepaalde dingen. Dat kan heel frustrerend zijn. Dat kan heel frustrerend zijn. Als je het gevoel hebt, ik kom er niet doorheen. Het is nog steeds hetzelfde, 2 jaar, 3 jaar. En als je niet uitkijkt, als je gefrustreerd raakt over het feit dat je niet doorbreekt, niet doorgroeit, dan slaat het soms om en dan word je gefrustreerd naar andere mensen toe. Misschien wel naar de kerk of andere mensen, of je gaat allerlei dingen de schuld geven. Of misschien ben je gefrustreerd over jouw verleden. Wat er vroeger is gebeurd allemaal met je. En misschien zijn dat hele vervelende, misschien wel zeer pijnlijke dingen. Maar God kan je ervan bevrijden. Hij kan herstel brengen en genezing en je gedachtenpatroon vernieuwen. En het begint met eerlijk erkennen. Lees maar even mee. Paulus zei het in Romeinen 7, vers 21. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan me opdringt. Ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet, met het woord van God. Maar in alles... wat ik doe, zie ik een andere wet. Je kent dit wel, maar dit is een nieuwe Bijbelvertaling. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem. Maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mijn leven. Zelfs Paulus gaf toe, over transparant gesproken. Ik wil God dienen. Ik wil dat wat ik snap, wil ik volgen. Maar ik merk, er is nog steeds een neiging, een oude natuur in mij, die een heel andere kant op wil. Tegen de wil van God in. En je weet waarschijnlijk wat er dan vervolgens komt. Daar gaan we mee afsluiten zo meteen. Dat Jezus daar het antwoord op is. Vechten tegen zonde is heel frustrerend. Het is heel frustrerend. Misschien zeg je, ik heb nog nooit... Wat zijn dat voor dingen? Ik heb nog nooit gegokt. Maar misschien hang je wel... De gemiddelde Amerikaan schijnt 3,5 uur per dag voor de televisie te zitten. Dat is natuurlijk Amerika... Stoute Amerikanen, hè? Dat doen wij natuurlijk niet. Nou, misschien is dat een verkeerd gedachtenpatroon van sommige mensen. Dat je zo elke avond alleen maar achter die buis. En dat God wil zoveel meer met je doen. En zoveel jou gebruiken, jou helpen en zegenen. Dat je iets kan betekenen voor een ander. Misschien is je gedachtenpatroon, dan moeten we allemaal op letten, denk ik, meer of minder. Met je telefoon, je e-mails, je apps, je Instagram op telefoon. Sommige mensen vasten wel eens van hun telefoon. Dan zeggen ze, nou, ik ga even niet... Verslavingen zijn niet alleen, maar als je denkt aan zonde of verslaving, is niet alleen de groep die naar de AA moet. Oh ja, maar die zijn verslaafd van alcohol. Er zijn zoveel patronen als je eerlijk bent en je vraagt het licht van de Heilige Geest erover. Hoeveel tijd en waar kan je niet zonder, waar kan je niet buiten? Als je niet uitkijkt als iets, weet je, God wil op de troon van ons hart zitten. Als er dingen zijn die meer aandacht van hem krijgen, meer liefde, meer... In het Engels staat, hoe was het ook weer? Ik ben even kwijt. Het was een hele mooie tekst in de psalm in het Engels. Oh ja, if I cherished sin in my heart, God would not have listened to me. Dat staat in de NIV. Cherish is koesteren. Als ik zonde zou hebben gekoesterd in mijn hart, dan had God niet naar me geluisterd. Zonder koesteren is, je wil eigenlijk gewoon niet vanaf. Je wilt gewoon vasthouden, je wil lekker je telefoontje de hele dag. En je wil 3,5 uur tv kijken, altijd. En dan moet je afvragen, Heer, wie zit er op de troon van mijn hart? Mag ik dat zeggen? Ik ben een vriend van je bestemming. Als je niet gefrustreerd raakt over mij, gaan we naar de Heer. Oké.
En dan heb je, weet je, je hebt misschien zijn er verwondingen gekomen in je leven. Efeze 4, vers 26. En er kan iets groeien van verwondingen. En komt er een hardheid en een boosheid en een boos deksel soms overheen. Het kan komen door jeugd, dingen in je jeugd, harde woorden, kritiek, veroordeling. Als je boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen. Dat is een verkeerde gedachtepatroon. Maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken en iets opzij te leggen voor wie het nodig heeft. Laat geen vuile talen over je lippen komen. Dat is, voor sommige mensen is dat een verkeerd gedachtepatroon. Sommige, ja, wie niet? We zijn allemaal onderweg. Oké, anders leid ik net zo'n moraalridder. We zijn allemaal onderweg. Maar als je dan op het knopje drukt, dan komt er steeds gelijk boos, agressief antwoord terug. Gelijk hoepa. Gelijk hoepa. En dan denk je, waarom? Ik heb nergens op gedrukt. Ik heb alleen maar geprobeerd iets te zeggen. Laat geen vuile talen over je lippen komen, maar alleen goede. En waar nodig is, opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. De Bijbel zegt hier, geef de duivel geen kans. Er is iets van die vijand die probeert door onze patronen heen grip op je te krijgen. En je weer terug te brengen in de slavernij. Terug te brengen in een patroon van gedachten, manier van denken die niet van God is. 1 Petrus 5 vers 8. Word nuchter en waakzaam, je tegenpartij. De vijand gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie die zal verslinden. Weersta hem vast in het geloof. Wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Met andere woorden, ja, we gaan door dingen heen. Je bent niet de enige. Als je door moeilijke situaties heen gaat op dit moment, je bent niet de enige. De Bijbel is heel transparant daarin. Petrus zegt hier, weet dan dat je niet de enige bent. Weet dat er andere broeders en zusters zijn die door dezelfde dingen heen gaan en misschien nog wel wat zwaarder dan jij. Blijf vaststaan in het geloof, in het vertrouwen dat God je zal helpen. Net als de Israëlieten uit Egypte kunnen wij ook niet die vrijheid en die verlossing volledig pakken, tenzij we leren om te delen, tenzij we leren om verantwoordelijkheid te nemen. Mensen om je heen die een beetje inspraak mee mogen bidden voor je. Twee kanten op die je vertrouwt, een stukje feedback mogen geven. In Romeinen 7 vers 21. Ik ontdek in mijn wetmatigheid dat het kwade zich aan me opdringt. Hey, die heb ik al gelezen. Staat die twee keer in mijn preek? Oh ja, ik zit er verkeerd hier zo. Als je denkt, hey, ik wil hier, natuurlijk wil je hier vanaf. Waar ligt de overwinning? Eén sleutel hebben we al gegeven. Delen met anderen, transparant kunnen zijn. En zeggen, hey, dit is mijn zwakte. En ik wil graag dat je voor me bidt. Openbaring 12 vers 11. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. Daar waar ze deelden met elkaar. Daar waar ze zeiden, nee, maar God is mijn overwinnaar. Dit is mijn, dat ene lied net. Daar zit een en al overwinning. Ik ben wie God zegt dat ik ben. I am who you say I am. I'm a child of God. Yes, I am. In het Engels vind ik hem nog lekkerder. Dat is het I am. Dat is ons thema van dit jaar. Ik ben een kind van God. Ik ben wie u zegt dat ik ben. Dat is het woord van mijn getuigenis. En daarmee overwin ik de vijand. Begrijp je dat? Wat jij uitspreekt, gewoon thuis in je eigen stille tijd. Wat je uitspreekt met elkaar als je bidt op de connectgroep voor elkaar. Heer, we willen in de volle vraag. Onze groep. Onze connectgroep zal proberen te doen wat we kunnen om elkaar in de vrijheid te zien komen, meer en meer. Er is geen veroordeling, het is hier veilig. We zijn allemaal transparant, we hebben allemaal stinking thinking. We hoeven niet te vertellen dat die ander meer of minder. We zijn allemaal onderweg. Heerlijk toch? Daar ligt een stuk vrijheid wat God ons wil geven. Een ander hart. Nummer 2, dit is het antwoord dat God wil geven. Hij geeft ons een ander hart. Die tekst heb je gehoord in Hebreeën 8, vers 7. Want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis van Israël. Na die dagen spreekt de Heer, ik zal mijn wet in hun verstand leggen en ik zal die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mijn volk zijn. God zegt, ik ga het in je hart schrijven. Langer zullen ze elkaar leren, zeggende, kent de Heer, dat belerende. Nee, wij allemaal zullen God steeds meer leren kennen. God had die belofte gegeven aan Israël. Vorige week mochten we aankondigen een paar zegeningen die we geven aan Israël. En sommige mensen denken, Israël. Nou, luister goed lieve mensen. Als ik het over Israël heb, heb ik het niet over een politiek statement, oké? Ik ga geen discussie aan Israël en de Palestijnen.
Het enige wat ik weet is dat God nog steeds een belofte heeft met zijn volk. Dat God verdriet heeft over hoe het gaat met zijn volk. En Romeinen 15 vers 27, zoek hem maar op, ik heb geen tijd om hem nu te pakken. Er staat heel duidelijk dat Paulus die zegt daar tegen de Romeinen. Wij zijn ingeënt in hun zegen van de Joden, van de Israëlieten. En dus moeten wij, zijn we verplicht om ze te ondersteunen met onze goederen. Dat is de Bijbel, Nieuw Testament. God zegt, ik wil dat je voor mijn volk zorgt. Geen politieke verhalen, daar ga ik helemaal niet aan beginnen. Maar ik weet wel dat God een belofte heeft en dat hij wil dat wij zijn volk zegenen. Hier zegt hij, ik zal de wetten in jullie harten schrijven. En dan de laatste, Romeinen 7 vers 24. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit het bestaan dat beheerst wordt door de dood? Wie redt mij uit al die patronen en al die gewoontes waar ik echt wel van af wil en echt wel vrijheid in wil? Wie kan mij redden? En dan staat natuurlijk, je kent hem als het goed is misschien wel uit je hoofd. Dank aan hem door Jezus Christus onze Heer. God wil je redden, hij kan je redden. Hij wil je nieuw leven geven, zijn wet in je gedachten en in je hart schrijven van vrijheid. Jij hoeft niet meer te luisteren naar de vijand. In Jezus heb je overwinning over elke leugen. In Jezus heb je genezing over elk gedachtenpatroon wat niet van God is. Nou, dat gaat niet altijd in één seconde. Dank je voor Freedom in Christ. Jullie hebben het hier volgens mij dan 10 keer over dit soort dingen, toch? Als je nog niet een Freedom in Christ bent geweest, moet je doen. Daar gaan we helemaal de diepte in de goede zin van het woord. Waarin het helemaal wordt, met elkaar, die reis wordt aangegaan. Dus wees niet gefrustreerd als het allemaal niet zo snel gaat als dat je denkt. Maar elke vooruitgang is vooruitgang. Elke stap is weer een stap. En God heeft het laatste woord in Jezus' naam.